Tom van Oostrum, plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad vanavond. Waarom? Ja, dat klopt. Onze burgemeester was, die was niet aanwezig omdat hij griep had. En ik ben dan de eerste in de raad om hem te vervangen. Is dat lastig? Ja, ook wel omdat je natuurlijk in een andere rol zit. Kijk, als je gewoon de fractievoorzitter van het CDA bent, dan heb je natuurlijk het partijstandpunt te vertellen. En dan heb je natuurlijk een hele scherpe, duidelijke rol. Alleen, een voorzitter is onpartijdig. En die moet zorgen dat die vergadering natuurlijk van begin tot eind goed wordt uitgevoerd. En daar zijn heel veel regeltjes voor, dus dat moet je goed weten. En van deze keer was het extra lastig, omdat er een raadslid, Beerman Hutu, die verdween eigenlijk vanuit de raad. En er kwam een nieuwe voor terug, mevrouw Joustra van ProTiel. En dat moet allemaal volgens hele strakke procedurele zaken moet dat gebeuren, zeg maar. Nou, dat is van een leien dakje verlopen. Hoe kijk je zelf terug op deze vergadering? Ja, toch wel enigszins trots dat het inderdaad goed gegaan is. Ik vond het toch wel spannend in het begin. Ook het feit ook dat je ook afscheid moest nemen van meneer Manahutu. Eigenlijk is dat de rol van de voorzitter, in dit geval de burgemeester. En vanmiddag hoorde ik dat ik dit moest doen. Dus het was wel even bijzetten, alles om het voor elkaar te krijgen. Nou, in ieder geval gefeliciteerd met dit optreden. Nou, dank u wel. Rol van Manahutu, het zit erop. Helaas. Ik neem met spijt afscheid van de raad. Je hebt ProTiel in rustige vaarwater gebracht. Het was nogal hectisch, hè? Na de verkiezingen en met name ook daarvoor. Hoe kijk je nu terug? Inderdaad, heb je gelijk. Voor de verkiezingen hadden we een behoorlijk hectische tijd. Tot net na de verkiezingen is het rustig gegaan. En het was voor mij heel plezierig om met zo'n goede fractie te mogen werken. Maar pittig. Fractievoorzitterschap is altijd pittig. Ik heb me daar misschien een beetje in vergist. Ongeacht dat wij een kleine partij zijn, is het toch wel een hoop werk. Je hebt aangegeven dat je het niet langer kunt combineren met je werk. Wat doe je eigenlijk? Ik ben ICT-consultant en ik doe grote projecten bij grote firma's. Je blijft wel in de Tielse politiek actief? Inderdaad, ik ben niet verloren voor de Tielse politiek. Namens ProTiel blijf ik in commissies werken en wat werkgroepen. Uw ontslagbrief heeft mij en velen met mij verrast. Gisteravond heb je in je laatste presidiumvergadering bekend dat je het ontslag niet op 10 september tijdens het bezoek van de commissaris van de Koning had willen indienen. En mijn inziens was dat een goede beslissing. Als motivatie voor je ontslag geef je aan dat je een afweging hebt moeten maken tussen je maatschappelijke carrière en je raadslidmaatschap. De tijdinvestering voor het werk als raadslid had een dusdanige impact dat de balans tussen werk en politiek een niet gezonde verhouding aannam. Voor een dergelijke keuze echter, het afscheid nemen van de Tielse Raad, het nemen van deze moeilijke beslissing, kunnen wij met z'n allen slechts respect opbrengen. Inge Joustra, de nieuwe fractievoorzitter van ProTiel. Gefeliciteerd. Dankjewel. Rolf van Manahutu heeft aangegeven dat hij niet langer het raadslidwerk kan combineren met zijn eigen werk. Dus de nummer 2 schuift door. Ja, het was even wennen aan de gedachte inderdaad dat dat toch ging gebeuren. Ja, ik kan me voorstellen dat hij zijn maatschappelijke functie toch inderdaad gewoon voorop heeft gesteld. En inmiddels ben ik natuurlijk als oprichter van ProTiel wel aardig door de wol geverfd. Dus ik denk zeker dat ik het aan kan en ik ben heel erg blij dat hij in ieder geval actief blijft binnen ProTiel. Ja, nou zei ik, de nummer 2 schuift door. Dat zou meneer Alleskan geweest zijn. Hoe is die procedure verlopen? Was dat nog een issue binnen de partij wie de nieuwe fractievoorzitter zou worden? Nou, ik denk dat u de informatie niet helemaal helder heeft. Want meneer Alleskan die stond op nummer 3, maar die is met voorkeurstemmen is hij in de raad gekomen vorig jaar. Dus ik ben en blijf nummer 2. Dus het was eigenlijk logisch dat ik inderdaad de opvolger zou worden. En dat gaat u met verve doen, dat hebt u al aangegeven. Wat gaat Tiel merken dat Inge Joustra fractievoorzitter is geworden van ProTiel? Nou, ik zou me natuurlijk gewoon meer gaan profileren naar de buitenwacht. Ik had eigenlijk gedacht dat ik al een beetje rustiger aan kon doen. Maar ik vind de uitdaging te groot, dus ik zal mijn gezicht inderdaad in de Tielse gemeenschap gewoon meer laten gaan zien. Cor Verheyhout, Ammerveld, wethouder van de gemeente Tiel, onder andere ook betrokken bij het vreemdelingenvraagstuk. Hè? Wat gaat Tiel doen?
Wat Tiel op dit moment vooral aan het doen is, is aan het inventariseren. Welke vraag is er? Waar is behoefte aan? En wat kunnen wij daar tegenover stellen? Dus zoals het er nu naar uitziet, we hebben informatie van het COA. Die om echt grootschalige opvang te hebben, dan wordt er echt gesproken over 600 tot 800 mensen. Die opvang, daar hebben we naar gekeken, daar hebben wij geen ruimte voor. Waar we wel naar kijken is of we door middel van beschikbaar krijgen van wellicht wat extra woonruimte, kunnen zorgen dat de doorstroming vanuit de AZC's wat sneller op gang komt. Zodat daar mensen die opvang nodig hebben wat sneller naar het centrum kunnen. Vorige week is er een bijeenkomst geweest waarin u geïnformeerd bent over de stand van zaken, vluchtelingenopvang in Tiel en omgeving. En wat kunnen we doen als raad en wat kunnen we doen als gemeente. Een heleboel vragen konden die avond niet beantwoord worden en dan ging het met name over de opvang. Ondertussen heeft hier ook de boel niet stilgezeten. Er zijn mensen aan het uitzoeken geweest en ik wil u graag informeren over de laatste stand van zaken van onze kant. Er is vorige week, kort voor het weekend, volgens mij donderdag was dat, een oproep gekomen van de VNG. Een oproep aan alle gemeenten om hun calamiteitenopvang beschikbaar te stellen. In Tiel zou het dan gaan om gymzalen, de gymzaal van het Lingencollege. Omdat wij aan de vooravond stonden van het Corso-weekend, hadden wij die calamiteitenopvang gewoon zelf nodig. En konden we daar niet aan voldoen. En gelukkig was het ook niet meer nodig, want er was ondertussen voldoende opvang in de rest van het land gerealiseerd. Voor permanente opvang, langere opvang, noodopvang hebben we uitgezocht wat daarvoor nodig is. En er zijn op dit moment drie categorieën waar Centraal Orgaan Asielzoekers behoefte aan heeft. Dat is opvang voor vluchtelingen die een vergunning hebben en die aan Tiel taakstellend worden toegewezen. Dus waarvan Tiel verplicht is om die te huisvesten. De tweede categorie, dat zijn asielzoekers die nu aankomen en direct opvang nodig hebben. En de derde categorie, dat zijn vluchtelingen die een vergunning hebben en die al toegewezen zijn aan een gemeente. Maar in die gemeente is op dit moment nog geen woning. Die staan al op een wachtlijst en zitten daarom nog steeds in een asielzoekerscentrum. Ten aanzien van die eerste categorie, die valt onder de taakstelling. U heeft die avond ook de directeuren van de corporaties gehoord. Tiel verwacht dit jaar gewoon aan de taakstelling te kunnen voldoen. Dus die categorie die taakstellend wordt toegewezen, naar verwachting komen daar voldoende woningen voor beschikbaar. Voor de tweede categorie, de vluchtelingen of de asielzoekers die nu aankomen en direct opvang nodig hebben, daarvoor zoekt het COA met name locaties voor langere tijd en dan met een capaciteit van 600 tot 800 personen. In een omgeving waar voorzieningen beschikbaar zijn. We moeten dan denken aan gebouwen met 8000 vierkante meter bruto vloeroppervlakte. En we hebben nagegaan, in onze gemeente hebben we zo'n gebouw. Hebben we gewoon niet. De derde groep, dat is de groep die al een verblijfsvergunning heeft. Die al verbonden is aan een gemeente. Die hebben bijvoorbeeld recht op een woning in Amsterdam. Maar in Amsterdam is nog geen woning beschikbaar. En in afwachting daarvan blijft die groep in de asielzoekerscentra. Daarvan is vorige week aan de gemeentes gevraagd om creatief te kijken naar panden, woningen die tijdelijk voor bewoning beschikbaar zijn. Zodat die mensen wel uit kunnen stromen naar een tijdelijke woning tot de woning in willekeurige gemeente hoor, maar in Amsterdam beschikbaar is. Dat gaat om 4800 personen, waar vertraging is opgetreden in het uitplaatsingsproces. En dat is met name een groep waarvan wij kijken welke mensen vallen daaronder en hebben wij hier gebouwen of woningen die we daar tijdelijk voor in kunnen zetten, extra boven de capaciteit die we al verplicht zijn volgens de taakstelling. Maar dat gaat dus om tijdelijke opvang van mensen die een verblijfsvergunning hebben en die al weten dat ze een woning krijgen in een andere gemeente. Op dit moment wordt door onze mensen geïnventariseerd wat wij hebben aan panden en gronden. Daar hebben we ondertussen ook een aardig beeld van. Ik noemde al AZC met zo'n grote oppervlakte. Daar hebben we gewoon de gebouwen niet voor en de ruimte niet voor. Met een woningcorporatie zijn we in gesprek om te kijken naar reguliere en alternatieve opvang.
Ten aanzien van onderwijs is er op 2 oktober een bijeenkomst wordt georganiseerd door het RSG Lingen College voor voortgezet en primair onderwijs. Omdat te merken is dat ondertussen leerlingen die naar het voortgezet onderwijs moeten, die gaan eerst naar een internationale schakelklas of een aantal dagen in de week daar naartoe om extra aandacht te krijgen voor de Nederlandse taal. Die internationale schakelklas die loopt vol en ja, daar is ruimtegebrek. Dus daar wordt binnen het onderwijs gekeken wat daar mogelijk voor oplossingen zijn. Donderdag is er een VNG-bijeenkomst speciaal over dit onderwerp georganiseerd voor wethouders. Daar gaat collega Driessen naartoe. En we hebben onze regio-collega's uitgenodigd om samen met ons van gedachten te wisselen wat we als regio kunnen doen. Waar lopen we met elkaar tegenaan? En hoe gaan we eigenlijk om van elkaar te leren? Want ja, dit is voor iedereen natuurlijk redelijk nieuw. Van hoe ga je hiermee om? Welke problemen kom je tegen en hoe los je die op? En zijn er dingen die we misschien samen op kunnen lossen? Aman Under, fractievoorzitter van GroenLinks. Jullie zijn vandaag ingelicht over het vreemdelingenvraagstuk en hoe deal daarmee omgaat. Ja, dat klopt. En wat is jullie standpunt daarin? Als ik kijk naar ook een landelijk standpunt. Wij zien geen heil in het sluiten van grenzen wat geopperd wordt door een aantal partijen. We zien wel heil in dat je die mensen degelijk moet kunnen opvangen. Als ik ook kijk naar hoe dat laatst in de EU is besloten. Dat we over 120.000 mensen zo moeilijk hebben gedaan. Terwijl in de regiogebieden, zoals in Libanon, zoals in Turkije en zoals andere landen in de omgeving van Syrië, wordt er tegen de 7 miljoen mensen opgevangen. Dus ik denk dat de oplossing alleen de regio is, maar dat wij als Nederland zijnde ook onze bijdrage moeten leveren. Dus dat kan zijn in ondersteuning aan de regio of meer mensen opvangen. Even dat focussen op Tiel. Ja. Concrete voorbeelden? Ideale scenario, ja. wat zou GroenLinks Tiel willen? Ik zou sowieso we hebben vorige week gehoord dat er 12 mensen nog extra opgevangen worden. Dus 70 mensen zitten we nu ongeveer voor mensen met een verblijfsvergunning. Dat cijfer zou bijvoorbeeld hoger kunnen. We zouden daar onze bijdrage aan kunnen leveren. Meer actiever en meer aangeven in de code dat wij meer mensen kunnen opvangen. En dan moet je wel slim zijn met huisvesting en dat soort dingen. Maar ik denk dat we daaruit wel kunnen komen. En asielzoekerscentrum, dat weet ik niet. We hebben vanavond gehoord dat daar hele hoge eisen aangesteld worden. En dat we als gemeente geen grond daarvoor hebben. Maar we kunnen daar ook inventief in zijn. Dat we wel een actieve houding moeten opstellen, vind ik als gemeente. Ja, vind je die houding actief genoeg tot heden? Ja, we hebben vorige week gehoord van het college dat ze aan de COA vragen hebben gesteld daarover. Maar het mag wel wat actiever. Als ik dus vanavond hoor dat er gezegd wordt dat we geen ruimte hebben voor, omdat we geen 8000 meter oppervlakte hebben in kubieke meter, denk ik, ja, nou, je kan wel misschien inventiever zijn. Zoals mevrouw Soetevlag al opperde, ga dan in 2 of 3 gebouwen mensen plaatsen. Dus ik denk dat we wel een nog actievere houding kunnen nemen. Kortom, wordt vervolgd. Ja, sowieso. Tijdens de algemene beschouwingen is er in Den Haag geroepen dat Tiel een asielzoekerscentrum zou krijgen en 300 asielzoekers. Nou hebt u in een vorige stadium al verteld dat u wel contact hebt gezocht met het COA, maar dat er moeilijk doorkomen aan is. Hoe gaat dat nu? Nou ja, laat ik beginnen met dat bericht uit Den Haag te ontzenuwen, want dat is gewoon niet waar. Daar is geen sprake van. Die vraag is ook nooit bij ons terechtgekomen. De enige vraag die wij hebben gekregen, dat was vorige week. Dat was een vraag gericht aan alle gemeentes in Nederland, of ze hun calamiteitenopvang beschikbaar wilden stellen voor de directe opvang, ik geloof voor 72 uur of zo, voor asielzoekers. Nou, Tiel die heeft calamiteiten opvangen, dan moet je denken aan gymzalen. Maar wij hadden dit weekend ook het fruitcorso. En dan hebben we gewoon onze eigen calamiteitenopvang nodig. En uiteindelijk bleek dat die ruimte die wij hebben ook niet meer nodig was. Want het was al opgevangen door andere gemeentes. Het was zelfs een overaanbod. Het verhaal vanuit Den Haag, dat klopt niet. Wat wij wel hebben gedaan is, voordat de vraag zou komen, wat kun je inventariseren van wat wordt die vraag dan? Wat wordt er dan van ons gevraagd? Wat is er dan nodig? En dat heeft even geduurd voordat we daar antwoord op hebben gekregen. Dat klopt. Hoe nu verder? Hoe nu verder? U heeft vanavond gehoord dat de Raad met elkaar in gesprek wil over hoe staan wij als Tiel daarin. Dat is ook echt aan de gemeenteraad. Het college trekt daarin tot nu toe één lijn en dat is vooral inventariseren. Wat zijn de mogelijkheden? In ieder geval zorgen dat we onze taakstelling dit jaar halen. Dat mensen die recht hebben op een woning die ook krijgen. En dat haalt Tiel, hè? Dat haalt Tiel. En dat is met dank aan de corporaties, de woningcorporaties. Wij hebben ieder jaar een taakstelling en dat is eigenlijk nooit een probleem. Dat loopt gewoon goed.
Tijdens de raadsvergadering is er gesproken over precario-rechten op het elektriciteitsnet. Wat houdt dat precies in? Klopt. Als gemeente hebben we natuurlijk grond, hè, gemeentegrond. En daar lopen kabels en leidingen doorheen. Die zijn van Liander. Die verzorgt in Nederland elektriciteitsnetwerk. En daar mogen we als gemeente belasting over hebben. Dus dan sturen we een rekening naar Liander, een forse rekening. En dan krijgen we als gemeente extra geld binnen. Logisch dat Tiel dat gaat innen, of juist niet? Ja, wij vinden het, de PvdA die vindt het logisch dat Tiel dat gaat innen. Want wat gebeurt er nou? Als een gemeente, hè, willekeurig welke gemeente, dat gaat innen, dan halen ze daar geld op binnen van Liander. Liander die denkt natuurlijk, ja, die moet dat geld ook ergens vandaan halen. En meestal verhogen ze dan de tarieven, maar dat geldt voor heel Nederland. Dan verhogen ze de tarieven van heel Nederland. Dus als een gemeente dat gaat doen, dan halen ze geld binnen. En de tariefverhoging komt terecht bij alle huishoudens van Nederland. Dus ja, dat gaat over dubbeltjeswerk per persoon. Maar dat betekent dus ook dat, we hebben vanavond bijvoorbeeld gehoord dat de gemeente Blaricum die gaat dat doen. Die gaan precario rechten gaan ze heffen op Liander. Dat betekent dat onze Tielse inwoners dus ook betalen voor de gemeente Blaricum. Omdat ja, Liander dat overslaat over iedereen en dus ook over onze eigen inwoners. Dus als je dit niet doet, dan hebben wij niet de lust en wij krijgen geen geld binnen van Liander. Maar hoeveel geld gaat het dan als het om Tiel gaat? Dat gaat voor het eerste jaar over 7 ton die we als gemeente binnenhalen. En dat is natuurlijk flink bedrag. En dat loopt nog verder op naar, ik geloof, rond de 2 miljoen per jaar. Dus dat is serieus geld. Laat ik eerst nog eens proberen uit te leggen van wat het college wel beoogt met dit voorstel of met deze bespreeknotitie. En dat is niet om het volledige bedrag wat we zouden kunnen aanslaan op dit moment ook daadwerkelijk op te leggen. Het is het college geenszins de bedoeling om de ruim 6 miljoen euro die in de memo staat gestaat nu op te leggen. Alleen we staan wel voor een keuze. Of we het geld voor 2012 nu niet de aanslag versturen, zijn we dat na 1 januari kwijt. Omdat we maar voor 3 jaar terug, en dat is het moment dat die verordening is vastgesteld, dat is in 2012 geweest, kunnen opleggen. Met andere woorden, als we dat niet doen, dan zijn we die ruim 7 ton die in 2012 staat, kwijt. Het gaat door. Het gaat door, ja. Gelukkig wel, want hè, er zijn heel veel gemeentes die dat op dit moment doen. Castricum zag ik al, Ten Boer, Zaltbommel, Blaricum, Heerenveen. Nou, een hele rits gemeentes die dit al gaan doen. Daar betalen onze Tielse inwoners dus al voor. Ja, als we als Tiel niet gaan doen, dan halen wij niks binnen. Terwijl onze inwoners er wel voor moeten betalen. En dat, ja, dat willen we niet natuurlijk.